Lien, jongen, die witte achterkant is echt ziek. Alles glimt, hé. Holy shit. Maar je ziet er wel ziek uit, hè. Een hele goede dag, dames en heren. Superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Zoals je kan horen, is het ontzettend mooi weer buiten. Het zonnetje schijnt. En, we gaan niet veel buiten kunnen doen, helaas. Maar ja, gelukkig zitten wij hier overdekt. In deze mooie overkapping. En gaan we weer wat doen aan de prachtige zip. Niet alleen aan mijn zip, maar ik ga ook wat doen aan Vince's zip. Want hij is de laatste tijd heel veel aan het gamen. En heel veel aan het streamen en live gaan. En hij besteedt nog erg weinig tijd aan zijn zip. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga hem eens even helpen. Ik heb hier ook allemaal mooie witte lichten van Vince. Die heeft hij besteld. Die heb ik net uit zijn kast gepakt. Hij ligt te slapen. Hij weet dat niet. Maar deze ga ik dus monteren. Op zijn scooter. Aan de voorkant heeft hij Power One ledjes. Die ga ik ook voor hem aansluiten. Zodat al zijn verlichting gewoon werkt. En aan mijn zip gaan we ook wat doen. Ik had het namelijk de vorige keer ook al benoemd. We gaan een ander sheet eronder zetten. En dames en heren, laat ik hem hier nou hebben. De ander sheet. Even in het kort voor de mensen die het niet weten. Een ander sheet is eigenlijk gewoon een kap voor onder je zadel. Onder je sheet. En hier, als je hier ook kijkt. Dan zie je het kenteken, kan je zien zitten. En ja, voor de rest zie je gewoon letterlijk alles. Dus hetgeen wat hij eigenlijk doet, is hij dekt dit hele binnenstuk af. En daardoor gaat hij er echt super strak uitzien. Daardoor kan ik straks mijn kentekenhouder ook wat lager zetten. Zodat hij volledig omhoog geklapt kan worden. Dus het zijn weer kleine upgrades, dames en heren, die gedaan worden aan de zip. Zodat hij aan de achterkant er ook nog ietsjes verser uitziet gewoon. Dus dat gaan we doen. Maar om die te monteren moet ik eerst deze kentekenplaat weer weghalen. En daarvoor moet ik de kappen weer weghalen. Dus ik ga even de kappen demonteren en dan kom ik bij jullie terug. En zodra de achterkant los is, kan ik eindelijk de kentekenplaathouder weghalen. En als deze weg is, dan kunnen we alles weer terugzetten, zodat de kap er overheen kan. Voordat we de hele scooter terug gaan bouwen, hoeven we alleen de kap, de grote kap, er maar overheen te doen. Want de andere sheet, die moet uiteindelijk, zeg maar, eronder geklemd. Dus die komt er niet op aan de onderkant, maar die komt er echt in aan de onderkant. Dus je moet zorgen dat deze nog vrij van bewegen is, zodat je de andere sheet ertussen kan plaatsen. Ik zal hem nou even uit de verpakking halen. Oeh, die is strak hoor. Oh. Ja, en dan zal ik je even laten zien hier aan de onderkant wat ik bedoel. Want je hebt zeg maar hier ook dit hele randje. En hij hoort hier niet zo op te komen, maar hij hoort echt in te schuiven. Dus je moet deze echt open doen om hem zo ertussen te klemmen. Kijk, nou kan je heel goed zien dat de andere sheet onder je kap komt en die sluit alles zo mooi af. Kijk hoe goed dat er van een afstandje uitziet. Alles glimt, hé. Holy shit. Dus nou kunnen we deze zijkanten weer vastmaken. Wat we nu kunnen kijken is waar het kenteken gaat komen. En als we hier de kentekenplaathouder hebben, dan is het denk ik het mooiste om deze hier ergens te doen. Oh nee, dat ziet er niet uit. Eigenlijk zou die aan de binnenkant zo moeten. Dat zou ook wel dik zijn. Zoiets als hier, zodat hij helemaal zo omhoog opengeklapt kan worden. En ook weer dicht. En zo zie je er denk ik het minste van. Hier valt hij ook een beetje net achter je spatbord. Maar ik denk wel dat dit een plek is waarvan ik denk, ja, dat dit is stukken beter als hier bovenop. Of weet ik wat. Ik denk dus dat ik hem aan de onderkant kan doen, zodat je hem zo helemaal kan openklappen en weer terug. Hiervoor heb ik trouwens het klapkenteken weer even omgedraaid. Deze losgehaald of omgedraaid weer opgezet. Zodat in plaats van dat hij dan zo open kan buigen en dicht, klap je hem om, buig je hem en vanuit daar kun je hem open en dicht buigen. Het liefst zet ik gewoon eigenlijk helemaal geen kenteken. Want dit ziet er zo ontzettend clean uit. Maar ja, dat kunnen we natuurlijk niet rijden. Dus ik moet wel iets doen. Op zich aan de zijkant, dames en heren, dat zou ook wel dik zijn als ik hem gewoon hier aan de zijkant. Ik weet niet eens of dit mag. Want weet je, als ik nu hier gaten in ga maken, ja, dan kan ik niet meer terug. En ik zeg je eerlijk, hier een kenteken ernaast is echt wel super dik. Ik weet ook niet trouwens overigens of het mag.
Als mensen het weten, zet het even in de comments. Mag je je kenteken hiero aan de zijkant doen of mag dat niet? Moet die gewoon op een degelijke plek gemonteerd worden? Dus ik wacht even met het terugmonteren van de kenteken op jullie reacties. Want stel, jullie zeggen van ja, weet je, ik zou hem gewoon aan de zijkant doen. Is echt een stuk beter. Dan ga ik hem denk ik toch echt wel aan de zijkant doen. En als het echt gewoon niet mag en jullie zeggen, nou, zou ik beter niet doen, kan je probleem mee krijgen. Dan doe ik hem lekker onder de ander seat. En dan gaan we hem daar monteren. Zo, dames en heren, de ander seat zit eronder. En alles is weer teruggebouwd. Hij ziet er ontzettend dik uit zo. En dan ga ik alleen nog even op jullie reacties afwachten. Waar ga ik het kenteken plaatsen? Zet het even in de comments waar ik de kenteken moet plaatsen. En dan ga ik jullie reactie afwachten. Voor nu ga ik deze scooter weer terugzetten in de schuur. En dan ga ik Vince's scooter erbij pakken. Want we hebben hier een paar mooie ledjes die we gaan installeren. Lichtjes, lampjes, wat jij wil. Oké, dames en heren, ik heb Vince's scooter erbij gepakt. Zoals je ziet heeft hij geen achterlichten erin zitten. Die hebben we hier voor hem. Ik hoop dat we ze vandaag werkend kunnen maken. Ik zag ook al dat hij de knopjes miste. Dus ik hoop dat ik ergens de schakelaars kan vinden. En dan kunnen we ook de lichtjes uittesten. Ik ben ook echt heel benieuwd hoe het bij Vince's scooter gaat staan. Het staat echt ontzettend dik met al dat wit en paarse accenten. En ja, hij heeft gewoon witte ledjes. Gewoon witte achterlichtjes. Echt bizar. Dus die gaan we proberen te installeren. Dus ik zou zeggen, ja... Kijk mee. Ik ben benieuwd straks naar het resultaat. Nou, dames en heren, we hebben hier dus de spoiler eraf gehaald, waar het achterlicht in komt te zitten. En ja, helaas zit hier geen stekker aan. Ik heb hier alleen maar een paar draadjes. De draadjes doe ik hier alvast door de spoiler heen. Dan kan ik deze aantrekken. En dan kan deze er alvast. Ja. Kijk, die klik, dat wouden we horen. Sheesh, dat is al een zieke witte spoiler. Ziet er heel dik uit. Dan gaan we eens even kijken waar de kabeltjes gaan moeten. Nou, dames en heren, ik ben erachter. Het groene draad is de mindraad. Het gele draad is het normale verlichting van de plusdraad. En de blauwe is de plusdraad van die remverlichting. Je kan nog even controleren door de groene op de min te houden. En als ik de gele nu op de plus doe, heb je je normale verlichting. En als je dan de blauwe op de plus doet, heb je je remverlichting. Je remverlichting is altijd feller als je normale verlichting. Maar ja, dat is natuurlijk logisch. En dan heb je hier de stekkers en dan denk je, ja, maar welke is nou waarvan? Nou, je hebt hier één zwarte draad en twee verschillende kleurtjes. Dan kan je ervan uitgaan dat dit de min is. En dit twee zijn twee plusdraden. Ik heb hier een doormetertje. Als ik deze op de min zet en deze hier insteek en ik ga remmen... Oh. Dat doet hij niet. Wacht even. Contact aan. Ja, en ik ga remmen. Dan gaat hij aan. Dus dan weten we, het middelste is rem. De rechter is een min. En de gele, ja, dat is dan voor het normale licht. En nou kan ik dus de stekkertjes gaan verbinden. En als je dan alles aansluit, ziet het er ongeveer zo uit. En vergeet niet, dit is een viertal kabelboom. Ik weet niet of dit hetzelfde is met een tweetal kabelboom. Maar het ledje... Alle punten zijn gesoldeerd. Die kun je er gewoon insteken. Zit ook gewoon echt goed vast. Dus op deze manier hebben we nu, als het goed is, hem aangesloten. Oh, jawel hoor. Heel ziek, heel ziek. Nu deze is aangesloten, gaan we verder met de knippenlichten. De bedrading moet even langs de kap. Dus ik moet de kap een beetje loshalen om deze doorheen te wringen. Zodat ze hier de stekkers uitkomen. En dan kom ik bij jullie terug. Zo, nou hebben we hier ook aan alle twee kanten de stekkers. Dus nu kunnen we de kniplichtjes erin zetten. Daarna gaan we het achterlicht erop zetten. En dan kunnen we zo alles terugbouwen. Ja, Vince moet nog wel eigenlijk echt even witte schroefjes halen. Maar voor nu zit het in ieder geval wel vast. Dus dit gaan we ook bij de volgende doen. Weer de twee draadjes connecten. De groene gaat bij de zwarte. Komt die. Hoppa. En de blauwe gaat bij de gekleurde kabel. Zo. Dan verdwijnt deze naar de binnenkant toe. En dan gaan we even klemmetjes pakken.
Och, het kraakt allemaal zo erg. Ik vind het helemaal niet. Deze. Een geel was normaal licht. Plus, als het goed is. Zo, dames en heren. Nu hebben we de hele achterkant van Vins zijn elektra gefixt. We gaan nou deze aansluiten en dan zorgen we dat alles gewoon werkt. Dus dan moeten we de binnenkap even weghalen en dan kunnen we erbij. A few moments later. Oké, dames en heren, ik heb zijn voorlichten heb ik nu ook aangesloten. Dit heb ik al eens in een vorige video laten zien. Het is allemaal niet zo heel moeilijk. De kabels passen ze wat maar op één manier. Je hebt hier ook het roze groene kabeltje. Daar komt de gele kabel op. Je hebt de zwarte die gaat naar de zwarte en de witte die gaat naar de witte. Je witte is voor je verlichting, de gele is voor je kniplicht en de zwarte is voor je aarde. En ze doen het ook. Kijk hoe ziek de powerwandletjes zijn, dames en heren. Dit ziet er echt super strak uit. En de kniplichten doen het. Het enige wat ik niet snap is, zeg maar, de kniplicht doet het, maar ze doen het alle twee. Degene die gebruikt wordt, die is minder fel. En zodra ik naar de andere kant overschakel, naar de rechterkant, dan is de rechterkant minder fel en is de linker weer wat feller. Dus ik snap eigenlijk niet hoe dit kan. Ze branden alle twee tegelijk als ik één knipperlicht aandoe. Er zal iets in het circuit waarschijnlijk niet goed zijn, maar de knipperlichten doen het wel. Ja, ik vind het apart. Maar hé, dames en heren, hij is wel echt lijp hoor. Die witte lichten zijn echt lijp. Vins, ik denk dat je dit heel dik gaat vinden. Ik ga je scooter in elkaar zetten en dan ga ik je er eens bij halen. Zo, de kappen, alles zit weer terug. Ik ben benieuwd wat Vins ervan vindt. We gaan hem er snel bij halen. Nou, ik heb dat jongen zijn vuiltje bed getrokken. Ja, dan werd het tijd. Ja. Kun je het al zien? Ja. Ja. Electronics. Electronics, baby. Oh, maar mijn accu doet het wel goed, hè? Ja. Ja, je rijdt er nooit mee en hij is gewoon nog vol. Maar je ziet er wel ziek uit, hè? Ja, dat is het enige probleem. Alle twee je knipperlichten achter gaan branden. Ik zie het, ja. Alleen degene die hoort te branden, die is dan minder fel. Maar je remlicht doet het wel, hè? Clean, jongen, die witte achterkant is echt ziek. Ja, man, daar ben ik echt wel blij mee. Ja, je moet alleen een keer witte schroefjes halen. Ja. Dat past er dan alleen wat beter bij. En je kap heb ik goed vastgezet. Dus je kan nou ook gewoon je scooter aan de achterkant optillen met dat ding. Sick. Ja, man, je hebt te lang niks aan je scooter gedaan. Ja, kan je dat. Fortnite, streams en gamen. Ja. Maar je power wandletjes zijn echt te bruut, gewoon gek. Ziet er echt goed uit. Dingen zien echt te bruut. De voorkant doet hij wel, daar heb ik niet gekeken eigenlijk. Ja. Andere kant ook? Ja hoor, die doet het gewoon perfect. Zie. Daarom snap ik alleen niet waarom de achterlichtjes, zeg maar, niet zoveel doen. Wacht. Ik weet het niet zeker, maar heb je ook niet, zeg maar, normaal bij de bedrading aan de achterkant of zoiets, zo'n knipperlicht, zo'n soort reletje zit of zo tussen die kabels? Misschien dat deze dat niet heeft gehad of zo, dat er wel wat tussen hoort. Want jij had de originele stekker nog, maar ik weet, bij mijn scooter aan de achterkant heb ik een stekker met allemaal draadjes en zo. Maar dat moeten we gewoon nog eens even nakijken en ze dit, want ja, ze branden nu alle twee tegelijk en dat is niet de bedoeling. Nou ja, dan heb ik ook gevarenlicht. Ja! Ja, zo, dat ken je. Maar wel met een tik. Gevaar ligt met een tik. Zieke. What the fuck. En ik heb nou ook een ander seat onder mijn scooter. Zwarte. Ja? Ja? Hoe lang al? Net. Oh, joh. Ik heb vandaag de ander seat en dan jouw verlichting aangesloten, zeg maar. Fucking lijp, jongen. Deck upgrade. Oké, dan ga ik deze zo weer in de schuur zetten. Ja toch, dankjewel. Geen probleem. Je hoeft echt alleen die zadel nog en het look is gewoon bijna compleet, man. Klopt. Die zadel die is wel echt heartbreaking gewoon. Ja, ik hoor heel veel mensen ook wel tegen mij zeggen van ja, fix je zadel, maak hem fresh.
Maar ik zeg ja, ik wacht op een customzaal. Dat die ja, precies. Als we het doen, doen we het goed. En dan gaan we niet te overhaaste beslissingen nemen en maar een zadel bestellen. Dat doen we niet. Nee. Ja, gek hoor. Nou, dames en heren, dat was het weer voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even een like achter. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent. Deel, doe wat je wil. En zie ik jullie weer bij de volgende video. En vergeet ook niet op Dat Jong te gaan subscriben. Zijn channel staat ook in de beschrijving beneden. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Take it easy, tot de volgende keer. Doei doei!